2,5 jaar geleden kwam de gemeente Deventer met grote verbouwplannen voor het winkelcentrum Keizerslanden. De eerste fase werd meteen uitgevoerd. Flats werden gesloopt en de weg werd alvast afgesloten. Niet snel daarna kwamen de plannen stil te liggen, met de gevolgen voor de winkeliers. Eigenaar van snackbar Nera's, Harry Jansen, zag de plannen 2,5 jaar geleden blij tegemoet. De plannen zijn mooi. Zodra het winkelcentrum er staat, is het een superwinkelcentrum. We krijgen een nieuwe locatie. Het is ons toegewezen, maar ja, zolang dat nog niets gedaan wordt, zitten we een beetje in een verdomhoekje. De omzet en de klanten zijn erg teruggelopen dit jaar. Dochter Patricia Bomhoff en medewerker in de snackbar heeft daar meerdere verklaringen voor. Wij denken door de weg en de crisis en de verbouwing wat niet gaat plaatsvinden. Het is niet meer zo aantrekkelijk als eerst. Medewerker Sonne Dermier merkt een groot verschil in het aantal klanten in vergelijking met een paar jaar geleden. Ja, het is veel rustiger. Ja, een paar jaar geleden was ik altijd boos op Harry dat hij extra personeel moest aannemen om de drukte te kunnen helpen. Nou hoeft dat niet eens meer. Nou stuurt hij uit mensen weg. Door middel van promotieacties proberen ze bij Nera's het hoofd boven water te houden. De toekomst blijft onzeker. Als het zo doorgaat, somber. Kijk, als het hele bouwproject klaar is en we krijgen de gewenste locatie, dan zie ik er wel weer kansen in. Maar dit speelt wel part. Dus en hoe langer het duurt, hoe slechter het is. En we hopen dat we het kunnen uithouden, zeg maar, door die periode. Maar ja, het blijft toch een vraagteken.